vandaag doen we de Bean Boezel Challenge. Er is alleen één probleempje, want ik hou eigenlijk niet zo van snoep. Maar daar heb ik een oplossing voor bedacht. Wow! Hey, Nick. Ik ben Kishin. En ik hou wel van snoep. Dus dit wordt mijn nieuwe tegenstander. Let's begin. Yes! Oh, leuk! Wat gaan we doen? We gaan een Bean Boezel Challenge doen. En wat houdt dat in? Dat zijn vies en lekkere snoepjes. Die gaan we opeten. Ja. En degene die er meeste op kan, die heeft gewonnen. En de verliezer krijgt een opdracht van Denise. Oeh, oké. Ik hoop dat jij de hondenbroek hebt. Ja. Allebei tegelijk? Yes. 3, 2, 1. Oh, nice. Ik heb ze vandaag! Oh, het smaakt ook echt zo'n chocolade. Ja, lekker. Oh, het gaat wel winnen zo. Ja. Stinkjes kan toch niet zo erg zijn, denk ik. Ja. Vind je het lekker? Nou, ik van houden? Ik heb nog nooit sok in mijn mond gehad, maar we kunnen het proberen. 3, 2, 1. Ik denk dat ik Tutti Frutti heb. Ik ook. Maar ik vind hem niet te lekker. Ik niet! Ja, ik heb wel Tutti Frutti. Hoe moet ik dit doorflikken? Is het heel? Ja. Ik had geen Tutti Frutti. Oh nee, dit is echt... Dit is echt niet lekker. Het smaakt inderdaad. Kan je voorbeelden of inbeelden hoe het ruikt soms? Zweetsokken? Nou, precies dit. Maar dan in je mond. Ach. Dat is glutenvrij rotte eieren. Glutenvrij? Nee, sorry. Nee, rotte eieren of popcorn? Ja. Oké. Tel je af? 1, 2. Oh shit. Wat is dit popcorn? Oh, dit is popcorn. Wacht, dit is gewoon te doen. Oh, nee. Fuck je. Water. Helaas, geen water. Oké, we hebben water. Ik moet alles onderkant zitten. Ja. Oké, okay, ja, gaat er? Ja. Oh, dat is echt niet lekker, man. Gemaaid gras kan dus nooit. Kan nooit heel erg zijn. Kan nooit heel erg zijn, denk ik. Oké, okay, het ziet er wel lekker uit. Ja. 3, 2, 1. Gemaakt glas. Nee. Voel je ook glas? Ook glas? Ja. Smaak. Smaakt inderdaad echt naar glas. Ja. Zoals het ruikt. Ja. Vertig gemaakt glas. Op zo'n zomerdag. Ja. Dat het net gesproeid is en dat het dan... Ik vind het niet eens zo vies. Ja. Dat is lekker. Wel ja. Snoepjes of zo je mag maken. Ik hoop niet dat ik weer eieren pak, of rotte eieren. Nee, ik heb nu een dinosaurus ei. Dat is dit. Oh, dit is wel de kots. Of persik. Nee, dit is... Jawel. Oh, dit is dit. Ja. Dit is inderdaad kots of persik. Voor deze was ik wel bang. Oké. Okay. 3, 2, 1. Oké. Persik! Nou, persik. Jammer. Zo lekker. Het ziet wel mooi uit. Je zou er mooie kettetjes voor kunnen maken. Ja. Blueberry?
Of tandpasta. Tandpasta na. Weer allebei niet. Ja. 3, 2, 1. Oh, tandpasta. Maak ook. Lekker fris. Ik vind dat ze dit soort dingen moeten uitvinden, zodat je elke ochtend dit in je mond doet en dat je dan dit wil spoelen en dacht ik daar. Dat is ook best lekker. Ja. Nou, die eieren. Je stinkende sokken willen hebben. Oh ja, inderdaad. Oh, daar ben ik er te lang van. Oh, babydoekjes. Heb ik kokos. Altijd in mijn mond. Kokos, als favoriet. En kokos. 3, 2, 1. Babydoekjes. Smaakt in Zwitserland. Ja, ik heb ook in Zwitserland. Zo daar. Ik was vandaag in de wasstraat met een vrouw die haar auto aan het schoonmaken was. En de hele auto naar Zwitserland. Dat is het wasmiddel. Mm-hmm. Ja, dat is lekker. Het zou ook wel inderdaad in een assortiment kunnen nemen. Het smaakt ook een beetje naar, hoe heet die roossiroop? Die Indische. Ja, rooswater. Ja. Peer. Peer. Oh nee. Oh nee. Nee, ik heb ze nog. Ik denk dat het peer. Ik vind het niet heel vies, maar ik denk dat het snot is. Het is een beetje zout toch? Oh, dit is overduidelijk peer. Nee, ik had net snot. Ja? Ja. Peer is wel lekker. Vind je dat? Ik heb best nog lekker. Nee, ik had niet peer. Dit is heel anders wel. Ja? Voelt je gelijk. Weet je wat ik zo af en toe ook doe? Is het misschien een, iets voor jullie thuis. Als ik echt heel erg verkouden ben en ik moet heel veel snuiten, dan pak ik altijd stofzuiger aan mijn zo. Dan ben ik zeggen voor, dan ga alles draaien. Ja, lekker wel. Ja, maar dan heb je deze smaak niet in je mond. Yes? Yes. Nou, we hebben nu alle smaken al een beetje geprobeerd. Ik sta 1 punt voor. Ja. Maar we gaan nu voor elkaar pakken. Inderdaad. Dus ik mag nu kijken en pakken. Ja, je mag wel kijken en pakken. Oké. Okay. Dan pak ik deze. Tadaa. Nou, die jij kijkt. Die niet aan. Hoor. Ja. Dan moet jij eentje pakken, toch? Voor mij. Nee, je hebt maar gepakt. Oh. Ik ga hem nemen. Oh, die gaat lopen. Bepaald dan. Of jij eigenlijk. Dus ik hoef nu niks te nemen. Ik, ja, dadelijk. Pak okay. Ik er, ja. Oké. Ja. Ja. Maar dit is wel eind. Ja. Eten. Laat de aroma vrij. Laat het door je neus komen. En... lekker, smaak. Je moet je uit elkaar. Oh, ja! Je stinkt uit je mond, jongen. Ja, dat is wel wat de eigen. Het ruikt precies zo. Ja. Net... en je hebt het opgegeten. Ja, ik vond het. Misschien dat ik ook van die oude kaas lekker vind. Ik hou niet van blauwe kaas en dat soort dingen. Ik heb. Dat is net persik, hè? Ja. Wat kan het zijn dan? Persik of? Of kots. Ga hard vinden nu. Persik. Overduidelijk persik. Er zit veel lekker in volgens mij. Gewoon 2, of een handje. Een handje? Ja. Maar dat klopt het straks niet meer, want er moet wel even veel dingetjes nemen. Hoeveel heb jij er? 5. Oké, 1, 2, 3, 4, 5. Ik moet eentje er weggooien. Wat zou ik weggooien? Ik heb deze. Die zo. Gooi ze nog weg. Nee, ik heb wel dogvoer heb ik hier. Hondenvoer. Nee, hondenvoer heb je. Een kot oh, en een stinkende sokken. 3, 2, 1. Let's go. Ik hoop dat ik gewoon lekker smaak in mijn mond heb. Was niet te bestaan. Ik wow, gebeurt wel heel veel. Ik heb hondenvoer, denk ik. Ik heb. Nu is het wel lekker. Oh, nu worden die doekjes. Nu is het wel lekker. Ja. Weet je waar naar smaakt?
Vroeger had je van die kauwgomballen, die gekleurde kauwgomballen in zo'n rij, die van de open rits en zo. Die Jawbreaker. Ja. Dat lijkt ze wel op. Denise, waar ben je? Hier! Oh, Cordes, kom. Oh, het komt me bekend voor, denk ik. Moet ik opschrijven? Dat wordt heel fijn. Oh ja. Hier een fles vodka. Ik ken dit al. Deze komt uit Rusland. En dit is met hete peper. En hij is echt heel erg heet. En ik ga een beetje inschenken. En dat mag hij gaan opdrinken. Wat zit er ondertussen te snoepen? Dat is een jellybean. Nee, dat is een groene. Gras. Oh. Het is gras. Dat is een shortje. Ja, dat is een shortje. Ja, dat is een shortje. Oké. Dat is wel veel, hè? Als het niet lukt, mag je dit twee keer doen. Eerst mijn glas weg. Ik voel me net goed. Misschien moet je mijn tafel staan, pak alvast. Zometeen. Oh, dit is ik ken dit, jongens. Hebben jullie gezien wat er hierop staat? En wat erin drijft. Een bebertje. En wat erin drijft. Vind ik het beeld van kijken. Kijk hier voor in. Oké, ik heb verloren. In één keer. Ja. Het brandt zo weg. Als je praat ook. Voor een lekkere... Nog een snoepje voor na. Nee. Ja. Nee, wat is dit? Dit is... Ja, tandpasta en blauwbes. Geen tandpasta, blauwbes, maar wel lekker. Zoet. Het was leuk om hier bij jullie op bezoek te zijn. En ook dit met de kijkers, hoe ik het voor jullie gedaan te hebben. En vonden jullie dit leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En... Abonneer op ons kanaal. Ja, doe het! Er komen vast nog heel veel leuke filmpjes. En weet je nog een leuke challenge? Zet hem hieronder in de comments. En wie weet, gaan we die de volgende keer doen. Weer met Ian. Maar dan verliest hij. Dan verliest hij. Of met z'n drieën. Of met z'n drieën. Oké. Doei! Tot ziens, doei!